In 1983 wordt Alexander afgeleverd bij het Atlantic College in Wales. Dit moet dan de omgeving worden waar hij onbezorgd de rest van zijn puberteit kan doorbrengen. He behaved in what I would describe as an extremely normal way for a 16-year-old. Bit nervous, bit brash, sometimes a bit loud, sometimes a bit overconfident, and sometimes a bit overnervous. And I think he was all of those things. Ook op deze kostschool is Alexander geen gewone leerling. Hij krijgt een kamer midden in het kasteel, die beter te beveiligen is dan de slaapbarakken verderop op het terrein. Zijn vroegere kamergenoot is inmiddels zelf leraar op het college. Volgens hem verloopt Alexanders entree moeizaam. It was quite noticeable that there was something different about Alex because he had these cameras and the bodyguards hanging around. And I guess because he knew the bodyguards before he got here, he spent quite a lot of his social time with his bodyguards. He was talking to people he knew, a connection with the environment he's come from. But it did make it more difficult for him because he had all these people hanging around and it was obviously something he was keen to get away from. Het Atlantic College is geen stijve kostschool voor rijke snobs. De leerlingen komen uit de hele wereld. Op het rooster staan programma's als reddingszwemmen, bergklimmen en ook sociale dienstverlening. In de bescherming van deze internationale omgeving komt Alexander langzaamaan los. Was more or less a normal sort of young lad of 16 or whatever he was. He came up here like the others do, and usually had tea and a bit of cake, or in the evenings he would come up, do a bit of gardening sometimes. But he always seemed very happy and full of life, full of fun. He just took things well as a normal boy would do. I think he got a little bit homesick at times, but he was all right. We liked him. I liked him. Alex was my roommate. Obviously, three of you in a room this size, you need to respect each other's privacy and space a little bit, be considerate of each other. But at the same time, you want somebody who's relaxed to talk to, and you can just come back at the end of the day and compare what's been going on and have a bit of a laugh with each other. And Alex was like that. He was considerate when you were tired and you wanted to sleep. He wasn't going to be noisy and reasonably organized so that you weren't treading on each other's toes the whole time. It was good to share a room with. Alexander spijbelt wel veel. Regelmatig brengt hij de dag koffiedrinkend door in het nabijgelegen dorp. You know, he was pleasant. Always the same, very affable with everybody. But not dominant in his personality, anything like that. We had a good community around there. Everybody joined in and that was, I think they were glad to escape for an hour. Because we had fires going on that town. So it made it like homely. Twee jaar blijft Alexander in Wales. Uit het zicht van de Nederlandse media, het Nederlandse volk en van zijn ouders. So when you're away from home for the first time, you're obviously going to experiment with things. You're going to talk to girls and get to know girls, have girlfriends. You're going to go out and drink a little bit. And Alex could do all that. Not only his parents weren't watching, but the media wasn't watching. So he could experiment with girls without having his photo splashed all over the front page of a newspaper. Of course, he took advantage of that. He could go out and have a drink without his parents watching, without the media watching. So he stood to gain a lot more than the rest of us who were just escaping from home. And I'm sure that he took a lot away from college just from that point of view. Toch
let het Koningshuis goed op wat de media over Alexander schrijven. Voordat hij terugkomt in Nederland, spant prins Klaus namens zijn zoon een proces aan tegen het blad Privé. Dat had geschreven dat Alexander de nacht had doorgebracht met een blondine in een Amsterdams hotel. Het blad wordt tot rectificatie gedwongen. De media zijn gewaarschuwd. Als Alexander terugkomt, moeten ze oppassen met wat ze schrijven. Nu Alexander 18 is, kan hij zijn moeder opvolgen. Het ligt voor de hand dat hij gaat studeren om zich daarop voor te bereiden. Maar Alexander heeft genoeg van school en gaat liever in dienst. Dear Shorty and George, how are you both? I'm sorry I haven't written to you before yet, but life has been very busy for me, full of changes. The Navy is real good fun. It pays quite well, £150 a month. And the only thing we can do with that here is drink and go out. The lessons are quite boring and long. Sometimes we have 4 hours of the same subject in a row. It's not that simple to be an officer. I used to think it was easy. Gewingen, 1, 2, 3. Als aspirant reserveofficier begint Alexander in Den Helder bij de marine. 5 maanden ligt hij op een slaapzaal met 12 andere dienstplichtigen. Toen hij binnenkwam, maakte je voor jezelf wel een beeld van hem op. Van niet zo sportief. Hij ging niet mee hardlopen als er een paar uit de klas gingen hardlopen. Of hij ging niet... Hij liep achteraan bij het marcheren en het dragen van de bepakking. Dat een gelijke behandeling nu wat moeilijker ligt, blijkt tijdens een zware strandmars op Texel. Na een bivak in de kou en een etmaal sjouwen met bepakking wil Alexander opgeven. Je zag gewoon aan de groep dat die het daar even moeilijk mee hadden. Van ja, hoe gaan we hier nu mee om? Moeten we nou zeggen, niet zeuren, doorlopen, doorsjouwen. Er is niks aan de hand, want we hebben allemaal pijn in onze voeten. Of laat je hem, bij wijze van spreken, in de auto stappen. Want er reed een auto achter ons aan. Nou, dat is niet gebeurd. Maar het was denk ik een aanwijzing voor een van de veiligheidsmensen die de groep ook constant begeleiden. Om ons daarop aan te spreken en ons toch een beroep op ons te doen om hem net zo te behandelen als de overige klasgenoten. En de klas heeft ook de navolgende 5 maanden zo gehandeld. Hem geen uitzonderingspositie gegeven en die heeft hij ook niet gekregen. Niet van de klas en niet van de docenten op het instituut, van niemand. Het is voor mij mijn vorming geweest. Het was echt even noodzakelijk voor mij om even goed aangepakt te worden. Alexander gaat varen op een opleidingsschip. Hij wordt officier van de wacht, degene die 's nachts verantwoordelijk is voor de besturing van het schip. En dan moet je denken aan een schip waaraan we ongeveer 460 of zo miljoen gulden hebben betaald in 1986, waar ongeveer 200 mensen aan boord zitten. Nou, als je arriveert op die verantwoordelijkheid als jonge knul van 21, dan denk ik dat het een belangrijk moment in het leven is. En dat heeft hij zo ervaren en iedereen die dat meemaakt ervaart dat zo. Hij was een goede doorsnee Nederlandse dienstplichtige marineofficier. Hij viel soms wel op in positieve zin. En als het werk gedaan werd, play hard, work hard, play hard, dan werd er ook hard gespeeld. Dan werd er hard ontspannen. Hard. Dan werd er goed ontspannen met veel plezier en jolijt. En dat was het dan, dat hoort ook bij de job. De pers komt kijken hoe de kroonprins het doet. Vragen stellen mag niet, alleen fotograferen. Ik weet nog dat de deur van het leslokaal waar we zaten openging en dat de fotografen werkelijk binnen stormden. En alsof ze een stormbaan namen. En dan wordt er natuurlijk geroepen, Alex, kijk even naar links, kijk even naar rechts, ga even staan. En hij deed dat eigenlijk meteen op commando. Net zoals andere militaire commando's uitgevoerd werden. Vanuit de kazerne verkent Alexander het uitgaansleven en de strandtenten. Hij werpt zich op als de gangmaker van de ploeg. Na met hem kennis gemaakt te hebben, kwam hij met de vraag of ik wat dames kon verzorgen voor het eindejaarsfeest, wat ze elk jaar hebben.
En aangezien dat een pure mannenwereld is waar hij in vertoefde, hebben wij via de zaak wat vrouwen weten te interesseren om naar dat feest toe te gaan. En achteraf heb ik gehoord dat dat een hele leuke gebeurtenis is geweest. En dat ook Willem-Alexander daar erg tevreden over was. Om nog eens aan te tonen dat hij geen doetje is, gaat Alexander een weddenschap aan dat hij de Elfstedentocht kan uitrijden. Het is een weddenschap om een krat bier. Maar de inzet is eigenlijk veel hoger, want heel Nederland kijkt toe. Begeleid door een schaatsteam van 3 van zijn regisseurs haalt Alexander de eindstreep. Het is zijn eerste grote publieksucces. Hij is redelijk anoniem van start gegaan. En pas, ik meen dat het in Bolsward was, hebben ze ontdekt dat hij reed. Maar daarna is het voor hem wel verschrikkelijk moeilijk geworden. Want iedereen kon opgeven, hij niet. Het zou natuurlijk voor hem toch wel heel moeilijk zijn om te verklaren dat hij begonnen was en dat hij het niet had uitgereden. Dus hij heeft echt op wilskracht die tocht uit moeten rijden. En dat is zwaar. Ik had ook niet het idee dat hij heel erg zich had voorbereid van tevoren. Nou, ik had een weddenschap met een stel vrienden. En, heb je een weddenschap? Met een paar vrienden in een helder dat ik het wel kon doen. En toen heb ik het ook gedaan. Waar heb je getraind? Het was om de eer, maar het ging gewoon. Het moest gewoon. En waar trainde je eigenlijk? Die kant op. Gewoon tochten en een beetje zelf de vijver. Meer niet. Gefeliciteerd. Vooral met de Elfstedentocht. Toen zat ik in dienst, ik had er niet voor getraind. Dan moet je toch af en toe eens bij jezelf aan denken, waarom ben ik hiermee bezig? En dan denk je van, waarom zit je nou te zeuren? Als je 6 dagen lang op Texel met boten, met kettingen, door de modder kan sleuren, dan kan je het ene dag op het ijs ook wel volhouden. Hebt u een ijzeren doorzettingsvermogen? Denk ik wel, ja. Als ik me ergens in vastbijt, dan ga ik door. In de zomer van 1987 dreigt Alexanders leven een dramatische wending te nemen als zijn moeder een hersenvliesontsteking oploopt. Als de ziekte slecht zou verlopen, moet Alexander als regent haar taken waarnemen. Maar uiteindelijk valt het allemaal nog mee. Met deze ervaring in het achterhoofd begint Alexander aan een universitaire studie geschiedenis. Het gewoon doen is nu voorbij. Hij wordt ingehaald als een kroonprins. Dank u, prins Willem-Alexander. Reeds vandaag, ondanks extra verplichtingen in verband met de toestand van uw moeder, hier heeft willen zijn, doet ons bijzonder veel genoegen. Met 2 studenten en 3 rechercheurs gaat Alexander op het Rapenburg wonen. Hij meldt zich aan bij het studentenkoor. Hij wou, zoals hij zelf heeft gezegd, 3 dingen niet. Hij wou niet in Leiden studeren, hij wou geen rechten studeren en hij wou geen koorlid worden. Recht heeft hij niet gedaan, maar hij heeft wel in Leiden gestudeerd en hij is wel koorlid geworden. Ik heb toen hij ging studeren ook nog wel met hem over gehad en gezegd, je kan het altijd proberen. Ik geloof onder dat motto is hij bij het koor gegaan. Van een stoere marineofficier verandert Alexander in een typische koorbal. In de collegezalen is hij niet te vinden. Wel verschijnen er verhalen over vriendinnetjes en rijdt hij een auto in de prak. Hij krijgt een bijnaam. Prins Pils, de feestvierende kroonprins die een opvallend contrast vormt met zijn ijverige moeder en zijn zorgelijke vader. Later blijkt dat Alexander zich bij het koor helemaal niet thuis voelde. Ik heb er afstand van willen nemen. Toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd van, waarom laat ik me door deze mensen klein maken? Ik ga gewoon mijn eigen leven voortzetten en ik distancieer me ervan. En ga gewoon door en dat heb ik toen gedaan. U vond aspecten van dat studentenleven bekrompen? Ik vond de mentaliteit van sommige mensen bekrompen. Sommige mensen weten het verschil niet tussen studentenleven en contacten met de gewone maatschappij. En die menen zich dan alles te kunnen veroorloven. En daar erger ik mij verschrikkelijk aan. Ik geloof inderdaad dat hij dat studentenleven in de Piet Paaltjes en klikspanachtige zin, het sociëteitsleven, dat hem dat nooit heeft geïnteresseerd. En dat hij dat ook een beetje kinderachtig vond, dat gedoetje. En dat geschreeuw en gebral. Ik denk dat hij daar gewoon te oud voor was. Alexander heeft intussen een vliegbrevet gehaald.
Vanuit Leiden gaat hij naar Afrika om als piloot te werken voor de hulporganisatie Flying Doctors. He has many, I would call, friends here. There's nobody knows him here as Prince Alexander. Everybody knows him as Alex here. And he's the only non-AMREF pilot to fly one of these aircraft. He's the only one. How come? He's a nice guy. He helped us quite a lot, so that's why. We have to fly to a lot of airstrips, 800 of them over East Africa. Most of them are dirt strips. We have to sometimes fly at night. We're rescuing people. There's lots of pressure on the pilot. It can be stressful, but it's nice. It's a good job. Alexander's studie raakt in het slop, want hij krijgt het drukker. In 1991 wordt prins Klaus opnieuw opgenomen. Tijdens het beladen staatsbezoek aan Japan neemt Alexander zijn plaats in. Kort daarna blijkt ook Alexander niet helemaal gezond te zijn. Bij het maken van longfoto's voor een duikbrevet wordt de ziekte van Benjé Boek geconstateerd. Een stofwisselingsziekte die ernstige vormen kan aannemen. 8 jaar lang wordt de aandoening geheim gehouden. Dat is opvallend, omdat de Oranjes over hun ziektes altijd erg openhartig waren tegen de pers. Een mogelijke logische reden daarvoor zou kunnen zijn dat er natuurlijk sprake was van echte paniek. Het was een serieuze aandoening, een serieuze ziekte die zich openbaarde, die, waar ze nog niks van wisten. En in theorie natuurlijk ook zijn toekomstig functioneren. En als je heel ver en slecht doordenkt, ook zijn toekomst als het koningschap op het spel zou kunnen zetten. Pas na enkele jaren blijkt dat de ziekte niet doorzet. Intussen haalt Alexander zijn doctoraal examen. Na een eindsprint levert hij nog net op tijd zijn scriptie in. Ik ben nog niet klaar, hoor. Moet nog één examen doen. Iedereen is nieuwsgierig wat de kroonprins nou van zijn studie heeft gemaakt. Maar niemand mag het eindresultaat zien. Dit is de transcriptie Algemene Geschiedenis, W.A. van Oranje, Rapenburg 116, 2311 GB Leiden. De Nederlandse reactie op de beslissing van generaal de Gaulle om uit de organisatie van de NAVO te treden 1965-66 met een karikatuur van Opland geïllustreerd. 65 pagina's, tekst, een beetje aan de lange kant. Dat is een goede scriptie. Dus, waar je dan meestal op let is van, is er behoorlijk onderzoek voor gedaan? Dat is gedaan, dus ik heb al geciteerd, archieven en zijn geraadpleegd, kranten. Dus en het is een goed gecomponeerd en helder stuk, goed geschreven. Ik feliciteer van harte. Maar omdat de scriptie niet openbaar wordt gemaakt, is het oordeel snel geveld. Prins Pils is er weer doorheen geloodst, net als op school. Ik vermoed dat hij verstandig genoeg is om in te zien dat men dit niet wil. Dat we dit niet wil lezen om nu eindelijk eens de waarheid te ontdekken over de kwestie waar hij over schrijft. Maar het is gewoon omdat hij geschreven heeft, sensaties, veel meer is het niet. Na zijn afstuderen lijkt het erop dat de band tussen Alexander en het publiek te lang is verwaarloosd. Ook met een bul op zak blijft hij het imago houden van een slappeling die te veel beschermd wordt en die zich vooral niet zou moeten losmaken van zijn dominante moeder. Alexander bevestigt het beeld nog eens door zijn intrek te nemen in een huis op het Haagse Noordeinde, vlak naast het werkpaleis van Beatrix. Maar dan laat hij zich weer van een andere kant zien. Hij legt werkbezoeken af in het land, houdt toespraken en doet tussendoor nog een opleiding bij Defensie. De kroonprins is hard aan het werk om het vak te leren, onder begeleiding van zijn moeder. Ik ben wel eens een keer op bezoek geweest bij een van die gesprekken, maar dan met hoofdredacteuren. En daar waren ze allebei, daar was Klaus toen ook nog bij trouwens. En daar had hij wel zijn bloknootje en zijn pen in de aanslag om dingen te noteren. Zij voerde het gesprek, maar hij maakte de aantekeningen. En ik denk dat dat wel een hele mooie rolverdeling was op dat moment.
Alexander gaat ook mee op staatsbezoeken, zoals in 1995 naar Indonesië. Op de buitenlandse reizen knoopt hij voor het eerst contacten aan met de pers. De pers is, zou je misschien zo kunnen zeggen, zijn favoriete vijand. Hij weet dat hij op moet passen, maar eigenlijk vindt hij het ook heel leuk om de degens te kruisen. En om ook zijn standpunt te vertellen, informeel, over bepaalde dingen. Er was net een staatsbezoek aan Indonesië geweest en er kwam een staatsbezoek aan naar Israël. En hij was meegeweest naar Indonesië, maar ging niet mee naar Israël. Ik zei, waarom niet mee naar Israël? Op die onmiddellijk zijn schouders ophalen. Zei, ja, dat moet je vragen aan het opperhoofd in de grote wigwam. Doelend op zijn moeder, maar ik denk, nou, dat vond ik absoluut een aardige opmerking. Gedurfd ook, ten opzichte van een journalist. Want je weet nooit of je dat niet weer de volgende dag weer afgedrukt ziet en daar misschien intern last mee krijgt. Voorlopig haalt Alexander de pers met zijn liefdesleven. In 1995 raakt hij op weg naar een skivakantie betrokken bij een auto-ongeluk. Dat hij in een auto met een Duits kenteken rijdt, trekt nauwelijks de aandacht. Veel interessanter is dat naast hem in de auto Emily Bremers zat, de rechtenstudente die door de roddelpers al was uitgeroepen tot de toekomstige koningin. Na een jaar is iedereen wel te spreken over Alexander. Hij werkt hard en komt goed over. Ook de politiek is blij. Hij heeft een ijzersterk geheugen. Hij kan sportprestaties of andere zaken, ook gesprekken die je met hem hebt gehad een jaar, twee jaar geleden, die haalt hij zo weer naar voren en gaat er gewoon op door. Dus ook dat maakt een deel uit van het herkennen dat hij echt is. Hij spreekt zijn talen goed, hij heeft een gemakkelijke omgang. En hij heeft denk ik een vermogen om dingen niet al te zwaar te nemen. Wat iets anders is dan lichtvaardigheid. Maar hij neemt de dingen niet al te zwaar. En dat is denk ik een voordeel. En zo komt Alexander op het punt dat hij kan gaan tonen dat hij wel degelijk ambities heeft. Het koningschap is een functie die nooit zwaarder aan inhoud zal worden. Dus naarmate steeds meer wegvalt, wordt het uitgehold. Er komt niks voor in de plaats. Meer franje, minder inhoud. En dat zou ik jammer vinden. Het moet inhoudelijk van betekenis blijven. Absoluut. Maar Alexander staat nog in de schaduw van zijn moeder. Hij moet ervoor zorgen dat het volk hem gaat zien als een koning. Iemand met verstand, autoriteit en met een aansprekende koningin aan zijn zijde. De komende jaren worden daarom beslissend voor Alexanders toekomst.